De staat wil op kort termijn een team installeren dat gerichte acties onderneemt en de voortgang van de gezondheidszorg monitort. Dit bevestigt president Chandrika Prasad Santokhi in een schrijven op zijn Facebookpagina. Het staatshoofd geeft aan dat hij in het kader van de verbetering van de gezondheidszorg overleg heeft gehad met de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, en het Ministerie van Volksgezondheid om de uitdagingen aan te pakken en te zoeken naar oplossingen. De voorzitter van het medisch stafbestuur van het Academisch Ziekenhuis stelde op 27 augustus tijdens een persconferentie dat de ontstane crisis in het ziekenhuis zorgt voor een afname in kwaliteit van de zorg. Hij pleitte toen met andere collega's voor een crisisteam om de problemen aan te pakken. Het staatshoofd vermeldt ook dat er regelmatig overleg met het ministerie van Financiën zal zijn om de situatie in de zorg te verbeteren.